Kijk, dit is wel leuk om te laten zien. Hier maken wij op de designafdeling onze schetsen op. Dus als Miel of ik, Miel kan veel beter tekenen dan ik, een idee hebben voor een silhouet, dan kan je die zo hop, 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 hop erop tekenen, zodat we het niet vergeten. Happy weekend. Wij zijn op kantoor bezig, namelijk met de vrijdagmiddagborrel. Maar als jullie deze vlog zien, is het alweer een week later. Maakt helemaal niet uit. Oké, happy weekend. Bye bye. Oké, ik kom dus net thuis en er stond een pakket voor de deur van Suit Suit. En die heb ik gekregen van Friends of the Brands. Oh god, blijf zitten. En als grapje zet ik dus net Alexis erop, want die was aan het springen tegen die koffer aan. En nu wil ze er dus niet meer vanaf. Nee. En ze wil dat ik met die koffer door het huis blijf rijden. Maar ik wil hem eigenlijk heel graag openmaken, want er zitten waarschijnlijk... Friends of the Brands kennende, hij voelt ook vrij zwaar, wat fijne dingetjes mee in, want ik ga dus binnenkort met Friends of the Brands naar Aruba. En dan ga ik dus op reis en ik neem mee, helaas niet Alexis, I wish, want het wordt een kindervrije vakantie van 4 dagen met... een aantal andere hele leuke dames. Daar heb ik heel veel zin in. Ik vertrek de 17e tot de 22e. Ja! Ja, ik moet blijven bewegen zeker! Ik moet blijven bewegen zeker! Zo! En ik heb er... super, super veel zin in. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heftig. Want dat is dus mijn eerste echte reisje zonder mijn allerliefste vriendinnetje. Oh, dus ik vind het ook wel een beetje intens om haar dan weg te brengen. En toevallig heeft Nick een tripje met Luanne. Want die heeft voor haar verjaardag een tripje naar Londen gekregen samen met papa. Een father-daughter tripje. Superleuk. Maar dat is precies op hetzelfde moment. Maar Alexis gaat dan lekker naar opa en oma. Oh, sorry. Moet blijven bewegen. Je bent ook een beetje moe, hè? Je moet gaan slapen. Ja, ik ga jou op bed leggen, popje. Je bent lekker moe. Het is ook al 7 uur. Kom je er vanaf? Nou goed. In ieder geval, ik moet deze kleine op bed gaan leggen. Ik zal die koffer even uitpakken. Maar Alexis gaat dan dus naar opa en oma. En dat is super gezellig natuurlijk. We zijn op dit moment bij Van Dam. En Alexis is gezellig mee. En die mag hier komen. Ze mag met ons mee tot ze 13 is. En daarna pas weer als ze 23 is. 32. Zondag en ik ben mij een klein beetje aan het voorbereiden op mijn trip. De 17e vertrek ik namelijk naar Aruba met Friends of the Brands en daar heb ik echt super veel zin in. En ik heb dus een hele mooie koffer opgestuurd gekregen van Suit Suit. Die ziet er zo uit in een hele mooie hoes. Alexis heeft er al uitgebreid mee gespeeld. En hij voelt zwaar. Dus ik denk dat daar wat leuke dingetjes in zitten.
Dus ik ga hem nu even openmaken. Dat is wel chill met zo'n beschermhoes eromheen. Als je dan gaat reizen, gaat de koffer ook niet stuk, want er wordt een partij mee gesmeten, weet ik uit ervaring. Oké, ik leg me even op bed. Trouwens, sorry voor mijn not so charming joggingpakje vandaag. Het is voor mij ook zondag. Zien. Oh, van binnen is die ook heel mooi. Oeh, I see nice stuff. En het t-shirtje van mezelf. Een bikini van Bayou, de label. Leuk, dat heb ik ook met Josh V. Heel veel van die logootjes. Wacht, ik zal hem even uitpakken. Nou, van Josh V heb ik dus voor alle dames die meegaan op deze reis, heb ik een super chill gewoon wit t-shirtje, altijd goed, die je gewoon lekker op kan knopen. Die zit in de Essential collectie met mooi hier ons logootje. En de stofjes van onze t-shirts, ik denk dat dat voor iedereen die Josh V wel eens koopt algemeen bekend is. Dat is gewoon zo'n onwijs fijn katoen stofje. Misschien is dit een betere angle, sowieso niet voor mijn rug, maar... Oh my god, ze hebben mij vast maat S opgestuurd. M, oké. Dit is een hele mooie sexy tanga. Hele coole bikini wel. Alright. Met een scrunchie. En wat zit er nog meer in? De check-in list sowieso. Lief Josh, nog 1 week. En dan is het zover. De ladies trip naar Aruba. We hebben er ontzettend veel zin in. Om je al een beetje in de stemming te brengen, hebben we deze geweldige koffer van Suitsuit. Voor je met enkele leuke items die van pas zullen komen tijdens onze reis. Deze reis wordt je aangeboden door de partners van Friends of the Brands. En dat zijn Aruba Marriott, Aruba Aloe en Aruba.nl en dus Friends of the Brands. Oh, ik heb er echt zoveel zin in. Eventjes helemaal niks. Zelfs niet Alexis. Oké, die ga ik eerlijk gezegd wel een klein beetje missen. Een klein beetje heel erg waarschijnlijk. Mijn eerste echte tripje zonder Lexi. Maar ik denk dat ik wel echt mega tot rust ga komen en heel veel plezier ga hebben. Maar ik ga verder met uitpakken. Een heerlijk lounge setje. Een soort... sportpakje / yogapakje / ultieme vliegtuigoutfit in principe. Een heel lekker pakje. Kijk eens aan. Lekker chill om in te sporten. Het is een hele mooie kleur groen. Ik weet alleen niet of jullie het kunnen zien. Van het merk Revive. Don't chase dreams, hunt goals. Oké, een mega XL soort strandtas. Oké, Alexis heeft honger.
Die hoor je op de achtergrond. Een toilettasje die daarbij past. Oeh, sieraden van George V. Deze bracelet. En er staat op: Today I will make magic happen. Leuk om van mezelf cadeautjes te krijgen. Dat is namelijk eens leuk. Eye masks van Image. Deze, zodat je lekker kan slapen. Hey, dit lijkt op een zonnebrilhoesje. Okay, de zonnebril zit er niet in, maar die mag ik zelf uitzoeken, zodat die echt bij me past. Die is van Odette Lunet. Ik ben benieuwd. Nou, en Suitsuit heeft allemaal superhandige travel bags, zeg maar, erbij gedaan. Helemaal passend. Oh my god, zijn er echt heel veel. Die koffer is mooi. Nou, en dat komt eigenlijk hartstikke goed uit. Want ik had dus serieus een koffer. En ik ga dit nu hardop zeggen ook. Ik heb die hele, hele dure, super lightweight koffer gekocht. In geïnvesteerd. Ook vanuit George V heb ik al die koffers. Zal ik het merk noemen? Nee, maar goed. Een van de duurste koffers die je kan kopen. En het is niet Rimowa. En die ging stuk. En ik heb een mailtje gestuurd. Ik heb via Instagram contact gezocht. En je hoort er niks meer van. Dus die is stuk. Het handvat is gebroken. En nu heb ik geen mooie koffer meer. Dus deze komt super goed van pas. Ik ben er echt heel blij mee. En wat is dit? Aloe. Ah, lekker. Lekker. Sunscreen. Ik draag altijd zonnebrand, hè, dat weten jullie. Wear sunscreen. En dit is een hammamtowel. Ook nog. Jongens, wat een verwennerij. Ik krijg er steeds meer zin in. Nu komt het echt heel erg dichtbij. Ik ga gauw eventjes een zonnebril uitzoeken van dit merk. Want dan kan hij nog net op tijd mee op mijn trip. En nu ga ik gauw naar Nick en Alexis toe. Het zusje van Nick is er dus ook, Milou. En we hebben sushi besteld, dus we gaan even snel eten. Een tram. Eén tram. Dat is ook een hele leuke plek om te wonen. Ja, dat is wel een leuke plek. Wel met stokjes eten, Alexi. Ja. Goed zo. Ze probeert het wel. Goed zo. Ik heb dus nog iets leuks voor mezelf besteld ook. Naast mijn mooie nieuwe George V spulletjes. Dus ik ga nu eerst deze even openmaken. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, oh, oh, oh. 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 Just wanna be alone. My situation right now. Ik zit lekker administratie te doen. Althans, nu wordt eventjes vanaf een afstand mijn computer geüpdate, want die liep eventjes vast. En gelukkig heb ik echt een awesome IT'er die gewoon vanaf een afstandje mijn computer zo tjoep tjoep kan tunen. Nadat ik mijn haar heb gefixt, ga ik even een spraytan halen. En dan moet ik echt mega als jullie weer onze koffers gaan inpakken. Die van mij en die van Alexis, want die gaat natuurlijk uit logeren. Ik heb
echt nog zo'n waslijst met dingen die ik wil doen voordat ik dus op vakantie ga. Alright. Ondertussen zit ik in de auto. Ik moet nog eventjes iets ophalen in de pc. En dan op de terugweg ga ik een spraytan doen. Het is onwijs vies weer buiten. Dus mijn haar was net gedaan, maar ik heb maar gewoon mijn hoedje opgezet. Oké. Ik blokkeer de weg voor een tram, maar ik kan er niks aan doen, want ik sta voor een stoplicht. En de thing is, het duurde eventjes wat langer dan gepland bij de kapper, omdat ik lekker extra highlights wilde. Ik had er even niet time-wise rekening mee gehouden dat ik dan ook wat langer moet zitten en dat het nou, gewoon allemaal wat langer duurt. Dus ik heb precies nog niks gedaan aan mijn koffer, niks kunnen doen. En het is bijna 4 uur. Ik heb wel een heleboel administratie afgekregen, dat dan weer wel. Maar eigenlijk was ik in mijn hoofd een lijstje aan het maken met alles wat ik nog moet doen vandaag. Voordat ik morgenochtend zeg maar vertrek. En het is totaal niet realistisch. Dus de stress slaat toe. Ik weet ook dat vanavond Nick later terug is. Omdat hij in Den Haag aan het werk is. En ik haal dus Alexis op van de opvang zo meteen. En als Alexis opgehaald is, dat betekent gewoon zwaan kleef aan. En dan kan ik ook weer precies niks doen tot Nick terug is. En ik moet Alexis haar koffertje ook nog inpakken. Ik heb echt een hele slechte planning gemaakt. En normaal ben ik best oké met time management. Dat is trouwens niet waar. Ik spreek mezelf enorm tegen, want ik ben gewoon heel slecht met time management. Ik denk altijd dat ik meer uren in mijn dag heb. Maar omdat ik zo ambitieus ben met de indeling daarvan, krijg ik altijd wel een heleboel gedaan. En dat dus. Oké. Jongens, ik heb stress. Ik ga even stoppen met vloggen, zodat ik nog beter op de weg kan letten. En dan zie ik jullie zo meteen. Doei! Oké. Ik wil even iets met jullie delen. Want dit was zo leuk. Ik ben dus nog steeds mega aan het haasten. Maar ik stond net heel even te wachten in de Hermeswinkel. Want ik had dus slippertjes besteld online die bijna overal uitverkocht waren. En die waren een half maatje te klein. Dus die heb ik nu eventjes in de winkel omgewisseld. Maar ik stond dus even te wachten. En toen was daar een oudere vrouw. En uit het niets zei ze ineens: wauw, wat zie jij er smashing uit. Ik zo, hartelijk dank. Wauw, ja, zo mooi wat je allemaal aan hebt. Ik zeg, nou, alles wat ik aan heb is van mijn eigen collectie. Hoe bedoel je eigen collectie? Ik zeg, nou, ik heb een eigen modelabel. Oh, wauw. En deze vrouw was in de 60. Oh, wat een meisjesdroom is dat. Wat gaaf. En nou, en ze bleef maar vertellen hoe mooi ze alles vond. En de knopen aan mijn jasje en alles. En ze kon niet geloven dat ik het zelf had gemaakt. En nou, ik vind dat dus zo'n compliment. Sowieso vind ik het superleuk als we elkaar als vrouw zijnde gewoon complimentjes geven. Ook al ken je elkaar niet. Dat doe ik zelf ook wel eens. Maar deze vrouw was zo enthousiast over alles wat ik aan had. En mijn thigh high boots en waar die van waren. Dus we staan in de Hermeswinkel. En ze vroeg dus, ja, ik durf het haast niet te vragen, maar jouw laarzen, wat kosten die dan? Ik zeg, nou, niet schrik hoor. Ik zeg, maar die zijn wel 200 euro. Zijn trouwens nog geen 200 euro, maar... En zij zo, nee, niet waar. En alle mensen die bij Hermes werken, die weten dat je bij Hermes nog niet eens voor 200 euro koop je nog niet eens een sjaaltje of een sleutelhanger ongeveer. Het is allemaal zo ongelooflijk kostbaar. Dus iedereen stond een beetje naar ons te kijken. En ik stond er natuurlijk een beetje te lachen in de winkel. En toen zei ze, en je haar is ook zo mooi. Dus ik zeg, nou, ik kom net bij de kapper vandaan. Dus je kan me geen betere complimenten geven. Hartelijk dank. Nou, en she made my day. Hoe leuk is dat? Ik krijg gewoon meteen over mijn haar kleur. Ze vond de kleur zo mooi. En ze heeft meteen opgeschreven de website joshvie.com.
En zei, ik ga meteen kijken. Want ze kon dus helaas niet slagen, want ze hadden haar maat niet. Dus, vond ik leuk. Wilde ik even met jullie delen. Word ik helemaal vrolijk van. Dus ondanks alle stress ben ik nu weer helemaal in mijn happy vibe. Gewoon door zo'n onwijs lieve, mooie dame. Ze was zelf trouwens ook hartstikke stijlvol. Dus dat wilde ik even delen met jullie. That's it. Nu heel gauw, snel door naar de spray tan. Want ik ben lijkbleek door al mijn slaapgebrek. Oké, jongens, ik zal jullie even aankijken. Ik heb ondertussen Alexis op bed liggen. Oké, ik kan niet eens meer praten. Wacht. Alexis ligt te slapen. En terwijl ik hier verder ga met het inpakken van mijn koffer, ga ik deze vlog alvast afsluiten voor deze week. Anders gaat het niet goed komen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Volgende week een vlog vanuit Aruba. I see you later. Bye bye. Focus on the bright side.